Kijkers van Dus David Games, welkom bij mijn Minecraft Survival. De vorige keer heb ik van jullie gevraagd of jullie allemaal weer massaal jullie Skype achterlaten in de chat. Nou, en Kevin heeft wat gedaan. Kevin, zeg eens hoi. Hoi, ik ben Kevin. Jij bent Kevin. En blijf op de juiste afstand van je microfoon af. Anders ben je in één keer heel erg zachtjes of in één keer heel erg hard. Maar dat maakt niet uit. Laten we vanaf het begin af aan beginnen. Want dat is op zich wel een leuk verhaal. Jij probeerde net in te loggen op je Minecraft-account. En wat gebeurde er toen? Ik was hacked, ik weet niet hoe. En ja, ik moest een helemaal nieuw account maken. Dat heeft lang geduurd. Heel lang geduurd. Ja, en uiteindelijk heb je van mij gewoon een giftcode gekregen. Ja, en daar ben ik u heel dankbaar voor. Oké, dat had ik nog niet gehoord. Dus ik denk van misschien vindt hij dat de normaalste zaak van de wereld. En dan hoef je geen bedankt te zeggen. Maar oké, we gaan even een stukje lopen. Want in de vorige aflevering, dat heb jij als goed is nog niet gezien. Ga je mee? Ja. In de vorige aflevering heb ik gezegd dat wij nog kippen wilden hebben en schapen. Nou, kippen, ik denk bij een bos, hè, eigenlijk. Ja, ik denk ook in de jungle zie ik meestal veel kippen. Oh ja. En eieren, die laten ze vallen en moeten we ze dan wel of niet killen, die kippen? Dat weet ik niet. Ik zou ze in leven houden en niet proberen mee te sleuren. Nee, dat wil ik niet, want je kan ze niet lokken zoals varkens en zo. Maar oké, dat wordt nog best wel lastig. We moeten eerst een heel eind lopen. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Hoe kom je erop? Ik heb speciale krachten, man. Nee, ik hou het wel legit. Maar waar ben je? Ben je kwijt? Ik vind jou wel. Kom maar. Ah ja, dan. Hier ben ik. Ah, lukt dat? Met een zwaard, maakt niet uit. Oké, probeer me nou bij te houden, Kevin, hè? Ja. Ik ben snel, hoor. Ik heb vaker op deze map gespeeld. Dat is het gewoon. Ik moet hem nog even wennen. Allee, stoem blokske. Hey, maar hoe oud ben jij? Ik ben 13 jaar. En jij komt dus uit België, zo te horen? Ja. Ja, en waar in België woon jij ongeveer? Niet je adres zeggen, hoor, maar gewoon in welke omgeving? Redelijk dik, zo ja, Oost-Vlaanderen eigenlijk, in Sint-Niklaas. Oké, is dat een beetje leuk? Ja, dat is heel leuk, want er is de grootste markt en er is altijd wel wat te doen. Oké. En je bent dus een Belgische Minecrafter, daar komt het op neer. Ja. En je houdt van games? Ja. Cool. Hey, je loopt wel langzaam. Ja, sorry. Maar lekker rennen, makkelijker. Even spurten. Ja. Kijk, hier staat die village ergens, dus dan moeten we daar voorbij en dan komen we als goed is bij een bos. En ik hoop dat daar kippen zijn. Ja, zo niet dan. Ja, dan niet. Oké, maar dus uit België. Super tof. Het schijnt dat ik echt duizenden Belgische kijkers heb namelijk op DDG. Dat wist ik helemaal niet, tot ik het onlangs toevallig ging checken. En toen bleek dat. Ik vind het super tof dat mensen uit België helemaal naar mij gaan kijken, zeg maar. Maar ja, uw kanaal is ook te gek. En als je nou, zeg maar, niet alleen DDG leuk vindt, maar... Kijk je nog met andere gamekanalen toevallig? Want dat vind ik altijd wel leuk om te weten. Ja, één gamekanaal kijk ik ook heel vaak. Ja, dat hoor ik vaak. Mensen, als ze naar mij kijken, ook daarna kijken. Dutch Gizmo. Die ken ik niet. Is die leuk? Die doet zo, ja, eigenlijk meer Black Ops en zo. Maar die heeft zo'n account voor Black Ops en een account voor Minecraft. En die doet, ja, op zijn eentje zo survival. Oké. Je bent me niet weer kwijt, hè? Nee, ik zie je nog, maar ik ben een beetje langzaam. Hoe kan ik sneller rennen dan jou dan? Ik weet het niet. Ik rijd gewoon in één rechte lijn. Oké, maar Black Ops vind je dus ook leuk. Heb je toevallig wel eens een keer een video van The King gezien dan? Nee, nog niet. Maar die uploadt heel veel op DDG. Die doet Black Ops en Modern Warfare. En eigenlijk is het de grootste uploader in Nederland van die serie. Dus dat, ja... Misschien moet je dat maar eens checken. The King heet die. Ja, ik zal. Moet je echt doen. Oké, ik zie nog steeds geen kippen, man. We zijn wel bij groen beland. Dat is dan positief. Ik zie wel een bos. Ik hoop echt dat hier kippen zijn, Kevin. Anders hebben we de hele rotend voor niks gelopen. Ik denk het haast niet. Ik zie varkens. Daar hebben we dan op zich weer niet zoveel aan. Want ik heb er al 4, dus ik hoef er niet meer. Dus ik maak ze gewoon dood. Vlees is altijd leuk. En welke dieren had je nog nodig? Ja, kippen eigenlijk. En schapen. Maar schapen, dat wordt lastig. Want die... Waar ben jij? Oh, daar. Ja, kom maar. Ga het bos in. Moet je me deze keer niet kwijtraken, hè?
Ah ja, oké. Okay. Ik volg. Prima. Oké, we gaan gewoon diep het bos in en dan hoop ik... Nee, alleen maar varkens. Oh, wat vervelend. Ik wil gewoon kippen. Waar? We kunnen ook zo'n kip, zo'n varken gewoon slaan totdat hij vertelt waar de kippen zitten. Ja, zou dat werken, denk je? Nee. Of zijn we nou dom bezig en zijn er helemaal geen kippen in een bos? In een jungle meer, denk ik. Elke, die zijn overal. Ja, toch, hè? Ja, nou, ik weet wel dat als wij hier links zouden gaan, dan komen we in een jungle. Want ik, zullen we dat gewoon doen? Ja. Cool, we gaan naar links. Want ik was hier een keer met Lisa, dat was een andere kijker. Heb je die aflevering toevallig gezien? Ja, die heb ik gezien. Toen je in de Nether ging. Ja, de Nether, maar daarvoor zijn we dus ook naar een jungle tempel gegaan. Ik kan me inderdaad wel herinneren dat daar ook... Heb je alle wolven? Kippen... Nee. Ik heb nog... Heb je die gevonden? Ik heb er 63. Nee, waar? Waar zit je? Hier. Ben je doorgelopen? Ik ben gewoon de hele tijd schuin aan het lopen. Had je mij wel net gevolgd dan, of niet? Oh, nee. God. Shit, want ik zei, we gaan hier links. En toen ging ik links, maar... En ik ging ook links. Oh, wel. Oké. Okay. Maar ik ging links schuin. Ja. Maar... waar zit je vlakbij? Wat zie jij nu? Bomen. Bomen. Je ziet bomen. Oké. Okay. Wacht. Ik zweef nu heel hoog. Oh, ik zie je. Ja. Maar voor wolven heb je botjes nodig. En die heb ik natuurlijk weer niet bij me. Dus we gaan maar verder. Kom maar. We gaan gewoon weer verder. We gaan naar de jungle. Er zijn hier echt heel veel wolven inderdaad, ja. Wauw. Maar die heb ik nog niet. Ik weet ook niet zeker of ik daar behoefte aan heb trouwens. Ze zijn wel makkelijk, want ze kunnen wel je land verdedigen, toch? Ik denk dat wel, ja. Is eigenlijk zoals katten... zoals katten... Oh, dan hebben we straks honden en katten. Dat is op zich wel grappig. Oké, okay. Hier is een heleboel zand. En het moet even laden, bij mij. Bij mij niet. Oh, ah, ah. Oeh. Even overal tegenaan aan het lopen. Ik zie daar in de verte trouwens een jungle. Oh, we zijn er al. Dat is... Nee... Ik moet even mijn adminrechten gebruiken, want van regen wordt de opname heel lelijk. En ook van donker. Wow, ik weet niet wat het is. Voor mij komt het omdat ik mijn fraps aan heb ofzo. En ik ben natuurlijk helemaal vergeten mijn kastje te legen voordat... Dit is helemaal geen jungle. Zie jij een jungle? Nee, ik zie bots alweer. Ik haal bots. Oh. Misschien aan het water? Ja, nee, het is hier wel. Alleen je moet even wat verder. Weet je wat ik doe? Ik ga even heel snel de opname stoppen. En dan ga ik even mijn kastje legen. Momentje hoor. Nou, dat is inderdaad een stuk beter. Even mijn kastje legen. Cool, cactus. Oh, wat kun je met cactus? Eten. Nee, kun je cactus eten? Ja, normaal wel. Je kunt er recepten mee maken. Ik kan hem niet eten. Maar dat maakt niet uit. We zijn in ieder geval aanbeland bij de jungle. Dus ik zou zeggen, laten we kippen gaan zoeken. Want we hebben echt kippen nodig. Nou, dan zat Lisa voor mij hier ergens. Als je dit zo volgt, dan kwam ze vanzelf bij een tempel. Ja, zie je wel, daar is hij. Daar is die tempel. Ja, bekijk al zo'n lelijke noob. Ik zie een kip. Wat moet ik doen? Ik zie heel veel kippen. Overal kippen. Hebben ze ook eieren? Moeten ze niet doodslaan volgens mij, hè? Kippen! Hey Kevin, moeten we ze doodslaan of niet? Nee, hè? Nee. We gaan er niet wachten tot ze een ei leggen. Kunnen we ze niks geven? Ik ga er eens eentje doodslaan. Ja, maar dan zijn er zometeen geen kippen meer. Nee, ze laten alleen vlees en een veer achter, dus dat kunnen we beter niet doen. Oké. Okay. Moeten we echt al die tijd wachten tot die kloten... Hey, een kat! Wat geef ik die? Vis, hè? Heb ik niet. Shit. Ik heb een wilde kat gevonden. Een ocelot. Nou. Hebben ze al kippen, hebben ze al eieren gelegd? Nee. Komt er wat op zand lopen? Jullie eten niks! Stomme kip! Oh, ik heb wel een heel mooi shot van die kip nou trouwens. Oké, okay, heel cool. Jongens, jullie zien in de volgende aflevering hoe Kevin en ik hopelijk eieren uit deze kippen kunnen rammen.
Ik zou zeggen, geef deze video een like als je het leuk vond. Laat jouw Skype achter als jij de volgende keer mee wilt doen met deze survival serie. Dat kan namelijk gewoon. Ik invite jullie gewoon in een Skype gesprek, net zoals Kevin nu. En nou, dan gaan Kevin en ik nou ons uiterste best doen om hier ergens eieren uit te halen. En dan zien wij jullie de volgende keer weer. Kevin, zeg jij even doei. Dag.